Doet u het wel eens? Een boterham roosteren om die naast uw kop soep te leggen en ze dan tegelijkertijd te nuttigen. De meeste mensen die dat doen, die dopen dat getooste brood vervolgens ook in de soep. En er gebeuren twee dingen. 1. De toast wordt opnieuw weer zacht. En 2. De toast neemt de smaak aan van de soep. Wordt verrijkt met die smaak. Zou het niet mooi zijn als het doopsel datzelfde bij ons bewerkt? Het zou de wereld in ieder geval zachtaardiger maken. Mensen meer gericht op elkaar. Het is toch een mooie gedachte bij het feest van de doop van de Heer. In het evangelie gaat het natuurlijk over een ander doopsel. In de eerste plaats het doopsel dat Johannes toedient aan de mensen. Hordes mensen komen naar hem toe. In die plek, in de woestijn waar hij staat te preken. Een doopsel van bekering. Mensen, verander in je leven. Want wat je doet, of in ieder geval hoe je het doet, zou anders moeten. Het gaat niet helemaal goed. En om veranderingen teweeg te brengen, moeten we ons bekeren. Zelfs de vrome mensen. Bekeren betekent niet anders dan onszelf veranderen. Met behulp van een ander. Met een kleine of een hoofdletter. Ook in onze tijd hebben veel mensen God uit het oog verloren. Net als in de tijd van Johannes. In ieder geval zo mogen we dat verstaan in de verhalen van de Bijbel. Johannes de Doper roept mensen op terug te keren naar God. Maar doet dat met duidelijke woorden. Hij schuilt de woorden hel en vage vuur niet. Hij schuilt geen woorden die mensen kunnen kwetsen om ze maar te bewegen een andere kant op te krijgen. Over Jezus zegt hij, en dat stukje evangelie lezen we vandaag niet, dat degene die zal komen, de Messias, de wan in zijn handen zal hebben. En de wan is niet anders dan een soort vaak strooien bak waar de rijst in zit. En die rijst die moet ontdaan worden van zijn vliesjes. En dat wordt geschud. En de wind neemt alles wat niet bij de rijstkorrel hoort mee de lucht in. En zo wordt de rijst zuiver witte rijst. Bij de evangelist Lucas horen we verder niet zoveel van het doopritueel zelf. Wel bij de evangelist Matthäus. Daar wordt nog even gezegd dat Johannes aan Jezus zegt dat Jezus hem toch zou moeten dopen in plaats van omgekeerd. Maar of die weigering zoals die staat bij Matthäus nou zo belangrijk is, mogen we ons afvragen. Doet het er daadwerkelijk toe? Het klinkt op zich wel logisch, want Jezus was degene die geen zonde had. Dus waarom zou hij zich moeten laten dopen? Is het doopsel zoals wij dat kennen juist niet bedoeld om ons te bevrijden van de zonde? Maar misschien moeten we gewoon naar het leven van Jezus kijken. Dat hij een begin wil maken, een begin dat omlijst wordt met een ritueel, om zich ten dienste van God te stellen. Jezus begint na zijn doop in de Jordaan aan het openbare leven. Jezus zal ook dopen. Een ander doopsel dan Johannes. Hij geeft met zijn doopsel aan de betrokkenheid op God als vader van ieder van ons. Een vader die voor ons zorgt. De betrokkenheid van God in het leven van een gedoopte kan dan ten diepste ook niet anders dan er zijn. Dat mag niet achterwege blijven.
God laat Jezus weten dat Jezus door hem bemind wordt, zo hoorden we net. Het is ook belangrijk bij ons doopsel, want tot op de dag van vandaag klinken die woorden bij de doop van een kind of van een volwassene. Enerzijds dat je bent opgenomen in die grote gemeenschap van kinderen van God, de geloofsgemeenschap. En de andere kant, dat God van je houdt, dat je een geliefd kind bent, dat je mag delen in het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Dat we geliefd zijn als kind van God. Nu is geliefd kind zijn van God iets moois. Het is als mooi als je als mens geliefd bent of je geliefd weet. Maar het verandert weinig in je leven als je die liefde die je toevalt niet beantwoordt. Eigenlijk zouden we als gelovigen iedere dag mogen opspringen. Niet rustig aan opstaan, opspringen in de gedachte dat God van ons houdt. God houdt van mij. Hoe klinkt dat? Misschien echoot er nog iets na van de liefde van uw leven die dat ooit gezegd heeft. Ik hou van jou. Probeer die gevoelens maar even terug te halen als we dan zeggen: God houdt van jou, van mij, van u. Het zou ons zachtaardiger mogen maken als we die woorden horen, als we die woorden in onszelf weten te herhalen. Maar zijn we als christenen ook daadwerkelijk zachtaardige mensen? Kijk wel eens naar mezelf en ik kijk wel eens om me heen. En dan merk ik toch dat er nog wel iets is wat daaraan schort van tijd tot tijd. Dan mogen we ons de vraag stellen: waar is de vreugde in mij vanwege dat cadeau, dat grote cadeau van Gods onvoorwaardelijke liefde? Het is met God als tussen de mensen onderling. Je vergeet wel eens hoe geweldig het is dat er iemand is die je hebt, bij wie je steeds terug kan komen, op wie je steeds terug kunt vallen, die er altijd voor je wil zijn. Misschien moeten we elkaar af en toe herinneren aan dat grote geschenk. Dat geloven geen last is, maar wel helpt de lasten van het leven te kunnen dragen. Dat zou ons vreugdevol moeten maken, tegen de stroom van de tijd in. Een tijd waarin de kerken leeglopen. Een tijd waarin steeds minder mensen aan God denken. Een tijd waarin mensen geen zin meer vinden in hun leven. Een tijd waarbij het leven even niet zo loopt als dat we hopen. Hoe het naar onze verwachting zou horen. Maar dat wat gebeurt, dat is toch ons leven? God wil ons lief hebben. En dan moeten wij die liefde in ons leren toelaten. Mogen we ook leren die liefde te aanvaarden? Liefde is een krachtig ding. Maar als het wordt opgelegd, dan is het niets waard. Liefde is een krachtig ding. Maar het kan niet voorkomen dat er ook minder prettige dingen gebeuren in ons leven, in onze relaties. Liefde verandert niets aan de feiten van het leven. Dat weten we allemaal. Alleen mogen we door de liefde beseffen dat we er niet alleen voor staan. Dat er iemand is, met een kleine of een hoofdletter, die ons door alles heen blijft dragen. En dat maakt het grote verschil in ons leven. Althans,
Dat kan het grote verschil maken als we ons daar volledig voor openstellen. Daarom mag ik u en mogen wij elkaar eraan herinneren dat God ons graag ziet, ons lief heeft. En God werkt doorheen andere mensen. Het is dus onze opdracht op grond van ons doopsel om aan die liefde van God te beantwoorden door hem te ontvangen en waar het kan ook door te geven. Mogen het feest van het doopsel van de Heer ons dat in herinnering brengen en aanzetten tot een hernieuwd leven met God in zijn liefde. Amen.